enige echte controleur. Dat ben ik ook wel benieuwd naar. Normaal gesproken staat het natuurlijk of Groene of Damaris na spitsen. En nu zij als controleur met Pillova en Brugts ervoor. Ja, en die wingbacks, hoe gaan die het doen? Is dit misschien wel een hele slimme zet om het zo te gaan doen? Het gaat denk ik wel nog een paar oude bekenden tegenkomen. Waaronder trouwens ook de bondscoach van Noorwegen, Hege Riese. Daar heeft ze ook nog mee samen gespeeld. Zit in spits in Noorwegen gevoetbald, vrij lang. Ja, die is daar zeer succesvol geweest in Noorwegen. Dus die zal een hoop bekenden tegenkomen inderdaad. Toch een redelijk gevuld stadion. Voor een oefenwedstrijd zo op dinsdagavond. Ja, de Nederlandse vrouwen blijven natuurlijk publiek trekken. En hoe lekker is het dat je nu kan gaan oefenen? Dat je in ieder geval, je bent geplaatst. Dat is wel heel belangrijk, hè, voor Jonker. Ja, dit heb je echt nodig. Die aanlooptijd naar het WK. En anders had je nu nog in die play-offs rondes gezeten. Dat is volgens mij niet zo heel erg prettig. Nee, dan kan je niks uit gaan proberen. Dan moet je presteren. En nu zie je heel duidelijk dat Jonker ervoor kiest inderdaad om... ja, toch. Misschien bevalt het ook wel helemaal niet, maar dat kan niet. Precies. En ook om een aantal grote namen rust te gunnen na zoveel toernooien. Ja. Van de Gracht, Jansen, Dominique Jansen en Martens er niet bij. En dus een zeer jong Nederlands elftal. Daar de jongste van allemaal. Ook de pink ribbon bij de speelsters van het Nederlands elftal. Om aandacht te vragen voor borstkanker. Daarover ongetwijfeld nog veel meer vandaag. Omdat dat misschien wat het belangrijkste is van vandaag. We beginnen natuurlijk met de volksliederen. En dan eerst het volkslied van Noorwegen. Het volkslied dat ook door de nieuwe internationals steeds beter wordt meegezongen. Damaris die natuurlijk ook nog even daar wellicht aan zal moeten wennen. Oh, dat ging steeds dekvaster volgens mij. En dit is dus de opstelling. Ja, hij zei we kunnen ook 4-3-3 spelen met deze namen. Wat wel klopt, maar het wordt toch gewoon, nemen we aan. 5-3-2, 3-5-2, dat is maar hoe je het ziet. Ja, je zou natuurlijk
al snel een Damaris weer het middenveld op kunnen zetten. En door kunnen schuiven met Brugts. Dat kan zeker, maar zoals het er nu naar uitziet, gaat dit gewoon getest worden. En dan is ook de vraag, is dat logisch? Om dit systeem eens uit te proberen. Past dit? Stel, Nederland is topfit en iedereen is erbij. Martens, Van der Gracht, Wiedema er weer bij. Is het dan logisch om 5-2 te gaan spelen misschien? Ja, er zijn natuurlijk altijd wel een paar posities geweest waar het altijd een vraagteken was. Bijvoorbeeld de linksbackpositie, bijvoorbeeld de rechtsbuitenpositie. Dus ik snap wel dat je op zoek gaat naar systemen die ook passen bij je speelsus. We hebben een hele hoop goede spitsen. Ja. Als je dan een keer 2 op kan stellen, is het natuurlijk wel lekker. En centrale verdedigers hebben we natuurlijk ook wel een aantal echt goede van. Dus, ja, ik vind het interessant om te testen. Maar wel als plan B. Ja, geen reden om echt direct van de veld de kans te veranderen. Voor de Noren met de routinier Mjelde daar. Speelster van Chelsea, de bekendste eigenlijk van deze ploeg. Waar toch ook wel wat namen ontbreken. Middenveld Engen, die speelt bij Barcelona. Maar de twee grote sterren zijn er niet bij. Ja, natuurlijk Ada Hegerberg is afgehaakt met een blessure. Volgens mij in Interland tegen België een tik tegen een plek gehad waar zo eens een stressfactuur had. Maar het interessantste verhaal is natuurlijk Graham Hansen. Ja, die heeft er zelf voor gekozen om niet meer te spelen. Voorlopig in ieder geval. Ja, vorig seizoen lang en zwaar seizoen gehad met hartproblemen. Daarna 50 wedstrijden gespeeld. Dus die heeft nog steeds heel veel last van vermoeidheidsklachten. Ja, en ik sprak net nog een Noorse collega. En die vertelde me dat het toch wel een publiek geheim is in Noorwegen dat Graham Hansen en Hegerberg elkaar niet zo mogen. En dat toen Hegerberg terugkwam, Hansen er ook niet zo heel erg blij mee was. Maar goed. Dit is wel de echte juice, hoor. Ja, nogmaals, ik ken ze persoonlijk niet. Maar mocht de familie Hegerberg of Hansen zitten te kijken en het allemaal ontkennen. Ik vertel ook maar door wat een Noorse collega mij vertelde. Dus ja, wie weet is dat ook nog een van de oorzaken. Wij gaan ons natuurlijk vooral concentreren op Oranje. Spitsen. Belova. Verdedigd daardoor Harviken. Jonkie in de basis bij de Noren, 20 jaar. Damaris. Ja, de vorige wedstrijd tussen Nederland en Noorwegen werd nogal een uitslag. Toen won Nederland met 7-0. Zo vlak voor de Olympische Spelen was dat. En toen was het echt open huis. Maar dat hebben we op het EK natuurlijk ook gezien. Ja, 8-0 verloren van Engeland in de groepsfase Noorden. Dat is niet meer het topland dat het ooit was. En dan missen ze dus ook nog eens een 2 verdetten, zal ik maar zeggen. We mogen duidelijk zijn dat Nederland favoriet is. Maar ja, Nederland mist ook wel wat bepaalde spelers natuurlijk. Een paar verdettes maar. Ja. Ja, maar los daarvan denk ik dat er nog steeds wel een krachtverschil is tussen Nederland en Noorwegen. Brugts. Goed gedaan. Goed geopend. Wilms. Roort Pelova bij zich. Kalma kiest positie. Aardige lichaamsschijnbeweging. Interessant ook natuurlijk om Damaris als centrale verdedigster te zien. In Engeland heeft ze daar ook wel af en toe gespeeld. Maar de laatste jaren zeker op het middenveld. Ik zou het ook wel eens interessant vinden om Sherida Spitsen als centrale verdediger te zien. Dat is de middelste van de 3. Ja, als de middelste bijvoorbeeld. Dan kan je Damaris ook weer op middenveld kwijt. Domsla uit de 16. De fout. Ja, dan is dit in een echte wedstrijd misschien zelfs wel rood. Ja, dat zou je zeggen. Wat is het nu? Ja.
kan me voorstellen dat Noorwegen zich ook niet op een wedstrijd tegen zijn team heeft zitten wachten. Nou, daar denkt Engen volgens mij heel anders over. Die lopen meteen naar de scheidsrechter toe. Ja, daar hoef je volgens mij niet heel lang over te discussiëren. Nee, dat lijkt me vrij duidelijk dat dit een rode kaart is. Nou, Engen kwam zich meteen melden. De scheidsrechter wakker uit Duitsland. Vaak zeggen trainers dan in zo'n oefenwedstrijd ook, ja, we schieten er niet zo heel veel mee op. We willen het liefst 11 tegen 11 spelen, want ja, dat oefent het meest prettig. Het is het meest waarheidsgetrouw, maar ja, rood is rood. Ja, dat zou je zeggen, ja. Grote fouten zonder al te grote gevolgen. Vrije trap met Risa op achter de bal. Het verdedigen door het midden, niet al te handig. Het levert een schotkansje op voor Mjelde. Tegen de scheidsrechter aan. Vandaar dat hij het spel even stil heeft. Maar goed. Brugts probeert zich aan te bieden. Gaat even op spitsen, in ieder geval breed op spitsen. Geen controle bij Wilms, die zich nog wel een beetje zwabberen, zo leek ze aan te geven. Rij terug. Doorn, haar pas haar derde interland. Bijna eentje van een hele korte duur. Ja, mocht in dit stadion nog haar debuut maken tegen Japan. Toen missen er ook een aantal grote namen. De bal van Domselaar. Dijkstra, slordig. Roort, Kalma weg. Belova. Spitsen, twee Ajaxiden die we hier komend weekend weer in actie zien. Van ADO Ajax. Schot van Belova. Mikkelsen met de redding. Dit is de serieuze poging van Oranje. Het is een lekkere stuit in die bal. Ze kan hem vol op de wreef nemen. Dijkstra. Oppassen. Ja, het gaat net goed. Er stond helemaal niemand meer van Oranje achter haar om een eventuele counter er daar nog uit te halen. Kalma in de Eredivisie alweer aardig op dreef. Ja, nu zelfs de meest scorende speelster ter wereld. International Federation of Football History and Statistics heeft dit uitgezocht. Nummer 2, Tessa Willaert, speelt ook in Nederland. En dan komt Katoto, de ster uit Frankrijk. Ze doet Kalma wel goed. Ja. Het is geen buitenspel, nee, er wordt wel voor geappelleerd. Maar in het midden stonden er nog een paar.
Jommensen naartoe. Van Rijten. Hansen. Goeie tackle op de bal. Nog eentje. Maar de bal is wel voor de Noren. Kalma. Een overtreding. Goed balletje dit. Hansen. Hansen. Wat te ver meegenomen. Dan een behoorlijke overtreding, zo lijkt het. Heel lekker voor Damaris. Nederland sowieso nog niet heel lekker aan het voetballen. Nee, Noorwegen zet ze aardig onder druk. Daar heeft Nederland het best moeilijk mee. Kijk, ze haalt de bal er binnen door wel uit, maar volgens blijft het alsnog liggen voor Blakstad. Heel slordig. Roort, goed gedraaid. Pellova. Kalma en Brugs in het centrum. Van de andere kant ook Kasparij daarbij in het strafschopgebied. Spits van richting veranderd. Zal Mikkelsen, die pas haar vier in het land speelt, blij zijn dat hij niet nog meer van richting werd veranderd. Dan is er wel echt in de problemen gekomen. Zes speelsters van Oranje in de 16. Helemaal vrij. Terugkoppen en uithalen was het idee. Terugkoppen ging niet helemaal goed. Het leek even een kleine blessure weer opgelopen. Paas van Dijkstra wat tekort. Goede bal van Domselaar. Roort, Pellova biedt zich aan. Schot van Pellova. Misschien was meegeven ook nog wel een optie. Koma was daar, Roort bewoog ook goed door. Ja, zo lijkt de afstemming met name in de balbezit tegenpartij nog... wat zoekende te zijn. Warnewald, geen buitenspel. Maar geen kans. Voor Willy Blakstad. Een van de talenten. 21 jaar, heeft nu al 21 in het land gespeeld. Maar zo goed als ze bij de club is, is ze in de nationale ploeg nog niet echt geweest. Op de K zagen we natuurlijk vooral als linksback. Waar ze nu als linksbuiten mag opereren.
Nederland mag gooien. De spitsen zeg maar, van Noorwegen, record international. Van de Nooren. 188 interlands gespeeld. Riese. Wilms. Ja, Riese was natuurlijk ook nog even de coach van Team Great Britain op de Olympische Spelen. En zij heeft het gedurfd om Beth Mead niet te selecteren voor dat toernooi. En dat heeft ze, denk ik, deze zomer geweten. Van Damaris, uitstekend, schiet door. Pelova, die moet erin, maar gaat er niet in. Krijgt ook geen corner. Komen, laat hem volgens mij vrij bewust lopen. Ja. Ja, en dan wordt hij zeker nog geraakt. Goed gezien van Kalma dat Pelova daar nog achter zit. Een goede lange bal van achteruit. En natuurlijk wel met de Damaris daar sowieso in die rol. Het voetballende vermogen. Zo komt Nederland er wat beter in. Hè? Wat moeilijke openingsfase met die grote fout achterin van Doornen. De kans die dat opleverde. Nou, kans niet eens. De kans werd ermee voorkomen, zal ik maar zeggen. Ja, zo werd dit systeem ook geprobeerd tegen Feyenoord en ADO afgelopen week. Daar werd tegenspeeld natuurlijk omdat Zambia de wedstrijd niet doorging. Pelova houdt deze wel binnen. Dat levert de corner op. Feyenoord 0-0, ADO 3-0 zegen. En dat was met een andere ploeg, maar bijna compleet andere ploeg dan wat we hier nu zien. Ja, alleen Brugts is volgens mij de enige die er toen ook in stond. En Damaris. Spitsers, corner. Levert de kopkans op en geen doelpunt. Dat was een fraaie redding. Wat de aardig op weg leek richting kruising, maar Mikkelsen heeft hem. Een duimpje omhoog voor de corner, voor de voorzet. Die is inderdaad goed. Kopbal op zich ook wel. Het is eigenlijk hetzelfde recept als dat we zien wanneer Stephanie van der Gracht er is. Ver bij de tweede paal. Spitsen die bal panklaar op het hoofd legt. En dan krijg je dit soort momenten. Hij is toch een van de speelsters waarvan we eigenlijk met z'n allen wel verwachten dat hij een grotere rol gaat spelen in Oranje de komende periode, Damaris. Of het nou achterin is of op het middenveld. Ja, ook bij Olympique Lyonnais natuurlijk basisspeelster. Een team dat ook wel weer ver zal komen in de Champions League dit seizoen. Ja, er wordt van zoals een leven gezongen. Ongetwijfeld voor Kika van Es. Het stadion aanwezig en vandaag ja. Even wat te ver om het ineens te proberen voor Risa. Deze variant niet helemaal goed uitgevoerd door de Nooren. Zandvoort. Wakstad verdedigd. Van Wilms lost het probleem voor Oranje nog niet op. Van Domselaar.
Eerst een moment van druk zetten. Nu lijkt Nederland er iets beter onderuit te spelen. Maar volgens levert Brugge de bal heel knullig in. En dat levert een kans op buitenspel. Nou. Ik zou mijn geld er niet op zetten, eerlijk gezegd. Hauk had daar twijfels al. Goeie ingreep van Lisa Doorn op het laatst. Blakstad. Bij Noorwegen best een aantal speelsters in het buitenland. Daar was Hauk. Die speelt bij Roma nu heel even aan de bal. Blakstad. Dat is geen probleem voor Van Domselaar. Maar speelsters in Noorwegen zijn bezig met de laatste rondes in de competitie. De kampioenspool. Nog drie rondes en dan is die competitie weer voorbij. En gaan ze in maart weer verder. Dus echt een zomercompetitie daar. Roort. Ja, Noorwegen wacht Nederland inmiddels wat meer op. Er staat een behoorlijke muur waar doorheen moet worden gespeeld. Wilms. Kasperij. Nederland lijkt in een balbezit vaak in een soort 3-1-5-1 uit te komen. Komen als spits en dan is bijna een linie van vijf speelsters daarachter. Kasperij en Wilms daar aansluiten. Roort zich wat laat zakken. Vaak tussen Brugts en Pelova in komt te spelen. Ja, dit zou ik tegen de wat betere tegenstanders dan weer niet zo snel doen. Brugts, Pelova en Roort zijn natuurlijk echt hele creatieve en vrije speelsters. Maar dan moet je wel veel in balbezit willen zijn. Roort. Pelova. Aardige schijnbeweging. Wilms. Hij heeft dus gekozen voor de jeugd. Deels noodgedwongen voor het afmelden van Miedema. Deels een soort onderling overleg om wat routiers niet op te roepen. Maar het zegt genoeg. Jonker zegt van, heeft vandaag twee speelsters opgesteld die ouder zijn dan 23. Dat zijn Roort, 25 pas. En uiteraard Spits, hè? De andere 9, 23 jaar of jonger. Dat is toch... Dat is eigenlijk gewoon bijna de onder 23. Ja. Met twee dispensatiespelers. We hebben jaren met z'n allen geroepen, wordt er nog doorgeselecteerd of niet? Ja, nu wordt hier van een poging gewaagd om eens te kijken, nou, hoe houdt de nieuwe generatie zich? Kan er nu worden geroepen om, moet er niet een beetje ervaring in het elftal komen? Nee, hartstikke goed. Veel nieuwe speelsters kunnen worden getest, kunnen zich echt laten zien. Daar is nu de tijd voor, dus... Bal van Wilms, toch niet heel lekker. Als Nederland onder druk wordt gezet, ziet het er niet allemaal even degelijk uit nog. Zeker niet, en dan lijken er ook niet altijd evenveel afspeelmogelijkheden te zijn. Ontstaat juist die achterste linie echt met vijf op een rij.
spits echt de enige middenvelder lijkt. Roort. Die natuurlijk zo graag een centrale rol wil, ook in Oranje, zoals ze dat bij de club Wolfsburg heeft. Ja, daar natuurlijk inderdaad echt op de nummer 10 positie. Dat is bij het Nederlands elftal vaker niet het geval dan wel. Zeker als Danielle van der Donk natuurlijk fit is. Inmiddels lijken we toch te zijn geswitcht, want Damaris staat naast Spetsen op het middenveld. Belova. Makkelijk langs, Kasparij. Voorzet niet goed. Nou, je ziet nu Roort inderdaad naar de linksbuitenpositie bewegen. Brugts naar rechts. Belova op 10. En dan wordt het toch weer 4-3-3. Terug naar het oude. We hebben niet eens zo heel lang geprobeerd, lijkt het. Een Arne Slotje. Ja. Die deed het ongeveer net zo lang afgelopen zondag. Fout ingooi. Ja, een van de weinige speelsters die dit ook bij de club redelijk gewend is, is Annick Nouwen. Bij Chelsea vorig jaar dit soort varianten, ook 3-4-3 werd daar gespeeld. Bal net binnengehouden door Wilms. Er is een moment van druk. Ook op spitsen. Handig opgelost. Al blijft het dan dus wel heel lastig voor Nederland om daar voetballend onderuit te komen. Ja, Annick Nouwen dus. Vaak de middelste centrale verdediger geweest. Maar speelt dit seizoen heel erg weinig. Echt heel weinig. Heel weinig. Alleen in een voorbereidend toernooi heeft ze een paar minuten gemaakt. Ja, sinds het EK heeft hij echt een hele andere fase nu. Roort. Goeie bal, Brugts. Voorzetten zijn nog niet helemaal lekker. Deze was net wat te hoog. Te traag voor Kalma om wat mee te beginnen. Overtreding van Riza, speelster van Manchester United. Die daar vrij weinig van de bal heeft. Veel ruimte steeds bij Kerstin Kasparij. Nou, nu via Roort komt hij daar ook. Goed, zo is het experiment qua systeem dus vrij snel, relatief snel gestopt. En is nu vooral kijken dus naar de speelsters die vandaag een kans krijgen. Het centrale duo, Kalma in de spits.
Brugt zijn toch de meest interessante. Maar ja, Brugt kennen we natuurlijk intussen al bijna zo goed. Ja, en ook leuk om eens te kijken hoe Damaris en Spitsen samen op het middenveld, hoe dat werkt. Damaris bij Olympique, echt enorme concurrentie. Lindsay Horan, aanvoerster van het Amerikaanse nationale elftal. Henri, voormalig Frans international. En dan hebben ze ook nog Debrits van het Duitse team. Als het dan gaat om verdedigende. Vlag is omhoog. Een geweldige trap van de keepster, maar hoewel Brugge dat aardig deed in de lucht, kan men dus niet profiteren. Lyon natuurlijk, ja, wereldtop. Zo dringen bij die controlerende positie rol op het middenveld. We hebben nu dus Damaris en Spitsen zien. Goed, Groene normaal gesproken ook een zekerheidje. Dan heb je nog bijvoorbeeld een talent als Bajings. Die over het algemeen heel goed doet in Duitsland, bij Leverkusen. Komt daardoor toch weinig aan spelen toe met zoveel concurrentie bij Oranje. Hier, Blakstad. Komt er nog langs ook. Dat mag toch eigenlijk niet? Van Domsla heeft de bal dan. Het gaat wel heel makkelijk. Wilms niet. Doorn ook maar half. Kalma, Brugts. Kan nog wellicht, nee. Al zittend, verdedigd door Sunstervold. Ja, zo is Bajings inderdaad een beetje een slachtoffer geworden van de komst van Damaris. Want toen we hadden Frans vorig seizoen, speelden ze echt onwijs goed. Heeft zichzelf echt enorm goed neergezet. En toen kwam Damaris. Als extra optie opeens. Ja. Spitsen. Nog twee blijkbaar van Brugts. Tussen met Damaris daar. Nou, we zijn uiteraard ook wel bezorgd over Hansen, maar misschien dan net iets meer over Damaris. Maar ligt dan in de landing. Ja, de Noorse speelster zit vlak bij onze microfoon, maar ik weet niet of jij precies op kan maken wat het probleem is. Maar we staan er vrij weinig van. Maar ze schijnt het over Hegerberg en Hansen te hebben gehad. Ja, zo blij is dat het wat rustiger is in de ploeg nu op dit moment. Nou, dit ziet er wat vervelender uit. Ik zit ook meteen te kijken. Volgens mij nog niemand in de warming-up. Sterker nog, haar meest logische vervanger. Jackie Groene is druk bezig om wat bidons aan te reiken aan wat ploeggenoten die dorst hebben. Zou je dat net hebben? Zij en Nauwe waren daar even bezig. Damaris gaat nog niet heel soepel. Zolang er niemand de warming-up in wordt gestuurd, zal het denk ik wel meevallen. Dan zal ze aangeven dat het er wel uit te lopen valt. Overigens denk ik dat Damaris best tevreden is met haar keuze om niet voor Spanje, maar voor Nederland te spelen. Want daar is natuurlijk wel echt een hoop aan de hand. Nou, dan maken we wel eens druk over het systeem en eventuele verjonging. Daar zijn er gewoon 15 speelsters worden niet meer opgeroepen.
Nee, die worden gewoon echt niet opgeroepen en volledig voor de bus gegooid door niet alleen de bondscoach, maar ook de bond. Klein tikje, niet voor gefloten, wel gefloten. Heel kort, ze hadden een mail gestuurd naar de bond, de 15 speelsters. Ja. De conclusie was eigenlijk weer een nieuwe bondscoach. Ja, eigenlijk niet alleen de nieuwe bondscoach, het ging meer over alles eromheen. Ook het gedrag, de cultuur, daar waren ze niet tevreden over. Een interne boodschap daarin afgegeven. En, binnen de organisatie met het idee van, nou, we willen met z'n allen er een betere professionele organisatie van maken. En toen besloot de bond om dat even openbaar te maken. Ik wacht heel even deze actie af. Voorzet niet goed. En daarmee ook aan te geven dat ze disrespectvol omgaan met de bond. En als ze niet willen, dat ze ook niet meer zullen worden opgeroepen de komende jaren. En vooralsnog lijkt dat ook daadwerkelijk te gebeuren. Dat zijn niet de minste speelsters. Nee. Als dit zo doorgaat en ze zo naar de WK gaan, dan hoeven we ons Spanje niet zo druk te maken. Ik heb ook wel eens een mailtje gestuurd dat niet helemaal goed viel binnen het bedrijf, moet ik zeggen. Daar wel van geleerd. Ik kan beter altijd dingen face-to-face zeggen dan dat je een mailtje stuurt. Kleine tip voor de kijker. Ja. Mailtjes kunnen altijd verkeerd worden opgevat, maar dit was wel een heel extreme reactie. Ja, kijk, het is niet voor het eerst hoor dat dit bij Spanje gebeurt. En, voorzet. Geen probleem, wou ik zeggen, voor de keepster, maar dat is het wel. Had er iets meer overtuiging in afronding nog bij Roord moeten zitten. Nou, dat Mikkelsen die tot nu toe eigenlijk best wel een aardig indruk maakt bij die hoge ballen. Deze toch zomaar loslaat. Arme Damaris. Ja. Het zit niet mee. Moet snel met links bij Roord. Dat is wel een aardige wedstrijd speelt hij nu toe. Zeker. Nee, het is natuurlijk eerder gebeurd in Spanje met de vorige bondscoach, Ignacio. Daar zijn heel veel gesprekken gevoerd met hem door speelsters. Speelsters hebben op een gegeven moment maar zelf de tactiek en het plan bedacht. Ja, daar kwamen ze ook niet uit en daar had de bond ook een zeer dubieuze functie in. Dus dit speelt al heel lang en speelsters worden weinig beschermd. Zo ook, zoals je dat vaker helaas ziet momenteel over de hele wereld. Ja, vrouwenvoetbal is misschien nog wat meer een thema. Natuurlijk Nederland zelf, hebben de vrouwen zelf ook aangegeven. Nou, Parsons gaat niet werken. Op een iets andere manier hoor, daar niet van. Maar Frankrijk is natuurlijk een bekend voorbeeld waarbij tussen het bondscoach en de ploeg niet al te soepel liep. Gebeurt dat meer? Dit zijn twee specifieke voorbeelden van Mark Parsons en de Franse bondscoach. Maar in Spanje en bijvoorbeeld in Amerika gaat het echt ook over gedrag, over cultuur, over machtscultuur. Ja, in Amerika gaat het inderdaad over misbruik inderdaad. Ja. Dat is nog veel serieuzer. En daar zijn ook te veel voorbeelden van. Dus daar neigt het in Spanje veel meer naar dan dat ze gewoon puur ontevreden zijn over een bepaalde manier van coachen. Het is een cultuur die daar al heel lang bij de bond heerst. En het is ook opvallend dat de club Barcelona volledig achter de speelsters staat. Maar bijvoorbeeld Real Madrid niet. En bij Real Madrid hoor je ook dit soort verhalen. Pelova, Brugts. Kasparij. Roord. Trekt veel naar zich toe. Naar de Jill Roord fanclub.
Goed, ze is ook alweer, nou, zit al in de 80 interlands. Maar gaat niet heel lang meer duren, dan zit ze ook al op 100. Zo, ze is dus pas 25. Ja, terwijl ze best lang die 12e speelster is geweest onder Wiegman. Dus dat ze nog veel meer kunnen hebben. Maar het gaat enorm hard. Er werd natuurlijk veel gesproken over haar mogelijke transfer, ook naar Barcelona. Ze wilde zelf heel graag, heeft ze onlangs nog aangegeven in een interview. Wat daar mooie omstandigheden, goed salaris. Maar Wolfsburg wil het echt niet laten gaan. Ondanks dat Barcelona het bedrag heeft geboden dat Wolfsburg vroeg om haar te kunnen laten gaan. Dus daar baalde Roort enorm van. Inmiddels heeft Barcelona natuurlijk Kira Walsh, Engels international, binnengehaald. En dat was de grootste transfersom tot nu toe. Het ging om een bedrag van 4 ton. Wilms. Ik sta nu maar niet te proberen die bal te vangen, Mikkelsen. En Nederland heeft natuurlijk ook zijn eigen recordtransfer te pakken. Duurste Nederlandse speelster ooit hebben we toch, de afgelopen zomer. Help me even. Sorry? Help me even. Jacques Groen, hè? Oh ja, tuurlijk. Ik zou het bijna vergeten als ze niet in het veld staat. Uit het oog naar het hart. Sorry, Jackie. Ja, zeker ja. Dat was ook een bijzondere transfer. Er werd lang over gepraat. Uiteindelijk was het ineens zover. Speelt natuurlijk nu samen met Martens bij Paris Saint-Germain. Die weer lekker op dreef is. Al een aantal keer gescoord. Ook in de Champions League. Belangrijk doelpunt om door te gaan naar die groepsfase. Als je dat inderdaad ziet. Als je kijkt wat de topclubs zijn in Europa. Wolfsburg, Barcelona, Lyon, Paris Saint-Germain. Daar zit toch vrij veel Nederlandse speelsters natuurlijk ook. Zeker. Jammer dat de Nederlandse clubs het niet redden richting de Champions League. Wat voor de speelster van Ajax en Twente zo'n geweldige stap was geweest. Dit zal buitenspel zijn. Ja, voor een plakstap. Ja, het is alweer eventjes geleden dat FC Twente zo ver kwam in de Champions League. Toen was Barcelona nog niet zo ver uitgelopen als dat ze nu zijn. Qua begroting, qua speelsters, qua toeschouwersaantallen. Ook voor het eerst winst gemaakt dit seizoen. Dit doet Nederland nu lijkt het wat iets beter. 4 speelsters van Noorwegen zetten druk. Mag boven van Tomslaar, over het algemeen toch wel op maat hoor. Dat doet ze goed. Zou Nederland nog wel iets vaker gebruik van kunnen maken als het onder druk komt. Nee. Noorwegen besluit ze achterin geen enkel risico te nemen. Weg is weg. Bal van Harviken. Wat zijn er nou? De eerste helft zit er bijna op. Er zijn niet echt conclusies te verbinden. Kalma bijvoorbeeld, waar je toch dan benieuwd naar bent. Ja. Totaal niet in stelling gebracht. Nee, komt er nog niet echt aan te pas. Conclusie is wel dat Noorwegen inmiddels weet hoe je iets compacter moet spelen en de deur op slot moet houden. Het ziet er beter uit dan op het EK, ondanks dat er een paar sterren missen. Misschien wat meest opvallende dat het systeem halverwege de eerste helft al overboord werd gegooid. En terug naar het vertrouwde 4-3-3. Van Wilms op Pelova. Wilms had niet helemaal de controle. Damaris.
Ja, toch ook wel weer opvallend dat Roort dan naar die linkerflank verhuist. En niet op het middenveld blijft staan. Op het moment dat dan weer terug wordt geschakeld naar het oude systeem. Terwijl je die toch gewoon in de as van je veld wil hebben. Nou, we schieten dan. Het wordt een vrij snel geblokt. Bakstad mist de bal, dus berucht. Geen kans voor Kalma. Om haar heen gebeurt van alles. Roort hebben we al gezien, Brugt hebben we al gezien. Pelov had natuurlijk misschien wel de beste kans eigenlijk van allemaal zo'n beetje. Kalma, ja. De spits, dan nog niet. Pelov van heel dichtbij, maar nog net een voetje tussen zat. Van Domselaar. Doet gewoon precies wat ze moet doen. Voetballend, maar ook een paar keer goed ingegrepen bij hoge ballen. Ja, houdt goed de rust. Als er een beetje druk wordt gezet. Probeert de voetballer een oplossing te vinden. Lekker opening dit. Wilms. Roort sluit ook weer aan. Brugts. Gaat voor de corner. Een minuutje erbij. Even een paar keer stilgelegen met Damaris onder andere. En zo'n corner op deze manier genomen. Balletje kort op spits en die geeft hem voor. Levert ook nog een behoorlijke kans op natuurlijk met die koppel van Damaris. Drukt net niet en dan schiet hij door. Zo'n gevaarlijke ballen van Sherida Spitsen. Belova. Er ligt nog één kans voor Oranje. Dijkstra. Spitsen. En dan is het rust. 0-0. Begon heel matig bij Oranje met die enorme kans. Door de fout van Lisa Doorn. En halverwege de eerste helft switcht Jonker, switcht Oranje daarmee weer van systeem. Kansen zijn er wel degelijk geweest door Roort, zeer actief. Belova, Damaris, maar doelpunt het dus nog niet. 0-0 tussen Nederland en Noorwegen na 45 minuten voetbal. Welkom terug, we zijn halverwege de wedstrijd, staan nog 0-0. Danielle van der Donk, die krijgt instructies. Dus logischerwijs zal zij wel gaan spelen zometeen. En zij zal zometeen het veld gaan betreden in plaats van Damaris Ekurola. Jij had gehoopt op iemand anders? Ja, ik had gehoopt op Sherida Spits inderdaad. Om te zien juist hoe Ekurola die rol zou invullen. Ja, nou misschien is ze ook niet helemaal ongeschonden uit die strijd gekomen. Dat zou kunnen. Het is toch wel prettig in een wedstrijd waar je wat andere dingen wil zien. Dat je nog met 11 man op het veld staat. Dat hadden er ook 10 kunnen zijn. Ja, ik ben geen scheidsrechter, maar dat zag er wel uit naar een rode kaart inderdaad. Doorn begon sowieso niet heel lekker in deze wedstrijd. Dit is wel een... Dit is wat we noemen een doorgebroken speler, toch? Ja, nou, zoals jij het noemde, een doorn in het oog. Maar ja. Dit is wel een rode kaart. Zeker als ik hem nu terugzie, is het gewoon de laatste. Ja, laatste speelster, een beetje ongelukkig in de aanname. Lijkt ook wel een beetje bewust. Maar ja, het is natuurlijk of dit of doorlopen. Ja. Maar ik bedoel ongelukkig hoe ze die bal eigenlijk verkeerd op de voet krijgt. Ja. Hoe vind je verder dat ze wat voor indruk maken zijn met z'n drieën achterin? Nou, ik vond het begin niet heel sterk ogen, heel rustig. Zeker als Noorwegen bij fases druk gaf, was het niet heel zeker aan de bal. Ik denk ook wel lastiger in deze opstelling, omdat je toch zeg maar alleen die twee backs zeg maar hoog hebt. En verder niet heel veel afspeelmogelijkheden, omdat het centrum zo vol is. Daar zag je toch wel vaak de foutjes. Nou, dit is natuurlijk gewoon een individuele slechte aanname. Maar ik vond vooral door het volle centrum zag je dat het lastig was om afspeelmogelijkheden te vinden. En die keren dat het op de flanken bezet was, toen konden we ook goed openen en zag je ook goede lange ballen in de opening. En dan
kan je op gaan zoeken die 1 tegen 1 en gevaarlijk worden. Ja, nou hebben ze het niet heel lang gespeeld, hè, dat andere systeem. Verbaast dat je? Ja, eigenlijk wel. Want dit was niet. 25 minuten is niet de tijd om echt dit een beetje door en onder de knie te krijgen. En soms moet je ook even iets een beetje van je afspelen, toch? Ja, even er doorheen, denk ik ook. Ja, ik vind als je zoiets doet, doe het dan een hele wedstrijd. Maar goed, hij noemde dat ook wel een soort van, ja, we kunnen altijd terug naar 4-3-3. En nou, dat deed hij. Maar dat kostte ook tijd, leek, voordat ze daar weer in zaten. Ja, terwijl als je keek naar ook afgelopen zomer, hè, met die flanken, het was een dingetje. Dus in die zin wel logisch dat hij dit ook wil proberen, toch? Nee, mee eens. Ik vind ook zeker dat hij wat moet proberen, alleen niet 25 minuten. Ja. Nee, zeker niet. Goed, de speelsters komen eraan, die betreden weer het veld. Danielle van der Donk komt erin. En volgens mij is zij de enige, maar dat kan Mark ons vertellen. Ja, klopt. Het is op dit moment de enige wissel. Er zijn natuurlijk nog veel andere mogelijkheden op de bank. Met ja, ook wel wat minder bekende namen. Zijn er nog speelsters die jij zegt, die wil ik heel graag zien eigenlijk? De tweede helft. Nou, ik vind het wel weer leuk om Jill Byings te zien. We hadden het er al eventjes over. Heeft een goede fase meegemaakt bij het Nederlands team. Niet meegegaan naar het EK, maar ja, vind ik wel weer leuk om uit te zien. En ik begreep van haar dat zij ook een wat aparte rol had in een van die oefenwedstrijden. Toen speelde ze namelijk als linker wingback. Ja. Dan moest het hele veld, de hele linkerkant bestrijken. Dat had volgens mij, zo zei ze, nog nooit zoveel gelopen in een wedstrijd. Lekker kilometers vreten. Normaal gesproken meer middenvelder. Controlerend of kan ook wel wat dichter naar het doel spelen. Ja. Doet het goed bij Leverkusen. Scoort ook wel makkelijk. Zeker, ja. Goede trap heeft ze. Goed overzicht, handelingssnelheid. Ja, ook Kelly van Doren heeft ook al een keer de wingback positie mogen invullen. Dat is natuurlijk van zichzelf al echt een enorme loper. Je hebt het toch ook ooit gedaan? Ja. Ik zat echt over. Ja, nadat ik bij de desk was geweest, zat ik erover na te denken. Toen op een gegeven moment, toen ik bij onder 19 nationaal zat, toen werd dat zo doorgezet. We gaan iets anders proberen. Toen stond ik op de rechtsback en dan de rechter wingback positie. Ja, ik was wel een lopertje, dus voor mij was het wel fijn eigenlijk. Maar eenmalig eigenlijk. Ja. Nee, we hebben dat een paar wedstrijden gedaan, maar dat waren allemaal wedstrijden tegen jongenselftallen. Ja, daar gingen we sowieso er vanaf puur op snelheid. Dus, Het wingback-experiment in deze wedstrijd is in ieder geval nog niet doorgezet, ook niet na de rust. Het is Pelova nu die als controlerende middenvelder naast spitsen speelt van de Donk op 10. Voor de rest geen wijziging. Geen wissels bij Noorwegen. Logisch, Pelova naast spitsen? Eigenlijk zou je misschien eerder van de Donk denken. Pelova is toch iets aanvallender ingesteld nog dan van de Donk. Maar ja, interessant om dit ook eens te zien. Noorwegen natuurlijk ook echt volop in voorbereiding. Als groepswinnaar in hun kwalificatiepool het ticket voor het WK veilig gesteld. Ja, we krijgen hier gewoon de keurige versnapering aangereikt. Wat drankje erbij, goed geregeld. Mocht u straks even geen geluid horen, neem maar een slokje van ons drinken. Misschien moet het om en om doen. Wie vanavond ook nog voor een WK-ticket strijdt is Vera Pauw. Natuurlijk bondscoach van Ierland. Speelt vandaag tegen Schotland. In de tweede ronde van de play-offs die behoorlijk ingewikkeld zijn. Zo, zeg ik maar even. Je kan nog naar Australië moeten. Exact. Ja, het is een erg ingewikkeld systeem. Maar mocht Ierland winnen, dan hangt het nog van allerlei resultaten af in de pool, in de groepsfase en ook in de play-offs fase, of ze dan bij de beste twee winnaars horen. En anders moeten ze inderdaad een intercontinentaal toernooi spelen. Nou. Dat had Nederland in kunnen komen. Nu oppassen voor de Noren. Want dit schot gaat op de lat. Dat is een lekkere uithaal van Eikeland. Maar toch weer slordig balverlies. Nou,
achterin, op het moment dat er ook maar zelfs amper druk wordt gezet, komt Nederland toch te makkelijk eigenlijk in de problemen. Kasperij die de fout in gaat. Uiteraard, er ontbreken er nog wel een paar met Van der Gracht en nou dan op de bank en Jans die er niet bij is. Maar de kwetsbaarheid achterin zal voor Jonker een van de puzzels zijn om op te lossen. Hoe dat eruit te halen. Wil Nederland een echte rol van betekenis kunnen gaan spelen straks? Ja, terwijl Kasperij wel echt de laatste interland werd gezien als de eerste linksback. Prachtige transfer afgedwongen naar Manchester City. Ja, door het spelen van het EK precies genoeg punten om door die Brexit-regels toch naar Engeland te kunnen. Want dat is niet zo makkelijk vanuit Nederland om een transfer te maken. Dat we met een puntensysteem te maken hebben. Brugts. Kasperij. Helova is wat dieper komen te staan dan in de opbouw. Spitsen die zich aankomt bieden om het spel daar dan te verdelen. Helova die zich ook maar op het middenveld weer komt melden. Hier aan de bal. Van den Donk meegeven. Net niet goed. Achter Wilms. Van den Donk die natuurlijk altijd veel diepte maakt zonder bal. Wat we in de eerste helft eigenlijk een beetje misten in het 5-3-2 systeem. Dan ziet achter Jonker wel veel speelsters zich warm lopen. Groene, Nouwe en Leugten. Ja. Dit. Uiteraard geïmproviseerde Oranje zonder een aantal zeer bepalende speelsters. Nog niet heel lekker bezig over het algemeen tegen Noorwegen. Noorwegen komt toch echt niet in de buurt meer van de Europese top. Dat waar Nederland toch echt wel naartoe wil. Daarbij wil horen. Roort. Wilms mee, Brugts aan de bal. Van den Donk is de bal even kwijt. Oh, vindt hem zomaar weer terug naar een pirouette. Zo, Noren vergeten even dat ze naar de bal toe moeten. Noorwegen was natuurlijk ooit, en niet alleen Europese top, wereldtop. Ja, Noorwegen was een van de voorlopende landen. Toen niet iedereen vrouwenvoetbal omarmde, waren zij er al mee bezig? Zeker. Natuurlijk een aantal andere Scandinavische landen, maar Noorwegen altijd succesvol geweest. Maar dat is inderdaad de laatste jaren niet meer zo vanzelfsprekend. Met als dieptepunt toch wel de uitschakeling in de groepsfase op het afgelopen EK. En de 8-0 verliespartij tegen Engeland. Dit is goed op Roord. Krijgt hem net niet bij Kalmar. Brugts.
In Noorwegen zijn ze er ook niet echt van overtuigd dat op korte termijn het weer wat beter zal gaan. Daar ben ik ook niet zo van overtuigd. Dan deel jij die mening met de Noorse voetbalkennis over het algemeen? Ja, het is echt niet meer wat het geweest is. Ondanks dat best wel wat speelsters bij wat topclubs spelen. Maar je zag het ook tijdens het EK met Hegerberg en Hansen erbij. Dat was nog als losstand was. Nederland veel aan de bal. Toch niet echt de dreiging. Het zou nu met deze voorzet misschien kunnen. Ja, want daar is Koma, maar net geen kopbal. Maar de voorzet goed. En daar is in ieder geval een beetje dreiging van Oranje. Meteen ook de bal weer heroverd. Ja, bal gespeeld. Wel pijn bij Wilms. Ik denk dat er wel even uitgaat. Nee, Brugs denkt er. Wie weet kunnen we scoren. Roord krijgt de bal. Wilms krabbelt ook alweer op. Klaarleggen, spitsen. Met links. Ja, met links. Oh, dat mist dan net wat de kracht. Het gaat wel met Lin Wilms. Ja, zo heeft ze aan. Om aan te geven hoe goed het Noorse voetbal ooit was. De eerste 10 EK's hadden ze 9 keer de halve finale. En ook 6 keer daarvan uiteindelijk de finale. Waarvan ze dan weliswaar 4 verloren, maar het zegt wel wat. Toen een toonaangevend land in het vrouwenvoetbal, ja. Dat zijn ze nu al een tijdje niet meer. Nederland wil dat weer worden. Ook na een toch uiteindelijk iets minder toernooi. Ja, vroeger toen er volgens mij zelfs nog toernooien waren waar maar 8 teams aan meededen bijvoorbeeld. Het is nu wel anders. Het WK voor het eerst met 32 deelnemende teams. Dat zorgt voor een aantal debutanten. Zoals Marokko, maar ook de Filipijnen en Vietnam. Heerlijke actie dit. Komt van Brugs dus. Ja, blijven toch steeds het gevoel hebben. Geef die maar wat vaker de bal. Zij en Roord kunnen het spel echt vormgeven vanaf de zijkant. Heel veel gevoel daarin. Ja, dit is toch wel weer een nieuwe categorie speelster die we gelukkig bij het Nederlands elftal hebben. Maar die toch zeker haar plek aan het veroveren is. Roord zelf. Dat was het idee. Zo, dat gaat makkelijk. Dijkstra. Engen raakt de bal niet helemaal goed. Roord glijdt weg, dat helpt ook niet. Dus alsnog Engen. Het balletje tussendoor was niet onaardig bedacht door Wildebeurissa. Kans wel aanwezig dat ze een oud ploegenoot zo tegen gaat komen. Er zijn wel wat speelsters geroepen, maar het is niet helemaal duidelijk of die dan ook gaan invallen of dat ze gewoon even klaar zijn met hun warming-up. Dat lijkt op het laatste. Roord. Spitsen. Roord. Van de Donk. Ziet er goed uit. Ja, dat was net wat te ingewikkeld. Richting Brugs. Er is wel wat meer dynamiek in het spel gekomen met de komst van Danielle van de Donk. Groenen gaat dus komen. Een paar instructies nog. We horen dus Paris Saint-Germain, want de Champions League, zo belangrijk. Ja,
daar zou ze wellicht ook een Nederlandse speelster tegen kunnen gaan komen bij de Champions League. Maar dan moet nou op een gegeven moment alweer gaan spelen. Ja, dat zou inderdaad wel leuk zijn voor Annick Nouwen. Mooie pool in die Champions League groepsfase. Chelsea, Paris Saint-Germain, maar ook Real Madrid in die groep. Pillow waaruit Groene erbij, waarmee dat koppel dus eigenlijk weer hersteld is, zou je kunnen zeggen. Nou, een van de meest geliefde speelsters van Oranje. Er is uiteraard concurrentie. Maar bij de gemiddelde Oranje-fans staat Jacky Groene echt wel in de top 3, denk ik. En bij een hele hoop ook op 1. In ieder geval bij mij thuis. beide dochters. Veel dochters van commentatoren zijn Jacky Groene-fans. Zeker, zeker. Heb ik zo vernomen. Volgende kans voor de Noren. Keurig verdedigd. Op. Wat vragen zou je kunnen zeggen. Het laatste moment om Eikeland van de schot te houden. Maar in eerste instantie toch weer aan de verkeerde kant. Met gedekt. Maar Kasper herstelt dat dan wel? Ja, die heeft het voordeel dat ze natuurlijk behoorlijk snel is. Dan kan je dat soort foutjes soms nog even permitteren als je het goed kan maken. Roort. Brugts van de Donk. Aardig gedaan. Ja, daar zitten de fysiotherapeuten Kim en Eva. Die de bewustzijnscampagne zijn gestart voor het kennen van je borsten. Pink Ribbon staat deze wedstrijd van in het teken. Iedereen er bewust van te maken inderdaad. Bizar natuurlijk dat ze allebei zo snel na elkaar die diagnose kregen. Ja, ongelooflijk verhaal. Het is Vanity Leverissa. Vanity Leverissa op de tribune. Prachtig initiatief. En dat dus vooral de oproep aan iedereen dus. Oh, dat was wat ongelukkig van Dijkstra. Toch maar even de kans in de gaten houden. En dan vooral weer door met het belangrijkste van deze avond. Die actie. Engen. Een slechte voorzet. Wilms zal hem willen laten gaan. Ah, dat lukt niet. Ingrid Engen van Barcelona dus. Zou een van de bepaalde gezichten moeten worden van zeg maar, het nieuwe Noorse voetbal. Ook daar moet uiteindelijk doorgeselecteerd worden. Van Domselaar. Overtuigend weggebokst. Via Groene zou er een counter in kunnen zitten. Noord loopt zich dan vast. Dijkstra haalt weg. Groene. Ja, Enge bij Barcelona. Ook in een behoorlijk interessante groep in de Champions League. Wat blijft hier omlaag? De voorzet is goed en het doelpunt is daar. Ja. Het is niet eens onverdiend te noemen dat de Noren hier op voorsprong komen. Het doelpunt is van Hauk. En dit is toch wel pijnlijk voor Oranje. Noorse fans blij. Het bepaalt niet de eerste kans voor de Noren in deze wedstrijd. En Nederland mist veel speelsters. Maar Noorse mist de twee, Noorwegen mist de twee grootste verdettes. En
niet opletten bij deze vrije trap. Met de rug eigenlijk naar de situatie. Laat Wilms zich dus verrassen. En Kasparij kan het dan ook niet meer voorkomen. Sterker nog, via Kasparij gaat die bal erin. Ja, en dan staat Wilms gebaren te maken. Maar als je zelf niet staat op te letten en deze voorzet kan laten geven, dan kan je zelf wat verwijten. Maar ze loopt echt met de rug weg naar de situatie en heeft geen idee meer dat er nog een speelster staat. Mooie meedoen van Ege Ries. Ongeluk van Kasparij. Roman Auk scoort dus via de linksback van Oranje. De rechtsback ging daar toch in de fout door te slapen bij het nemen van die vrije trap. Het is niet de eerste kans. Dit komt niet helemaal uit de lucht vallen, deze treffer. Nee, dat ben ik met je eens, helaas. Het is niet alsof Noorwegen kans op kans kreeg, maar Nederland ook niet. Nee, Nederland vooral door, zo ook nu weer, de slordigheden en niet scherp zijn. Dat ze Noorwegen eigenlijk wat kansen geven. En het excuus van alle afwezigen, ja, dat mag toch ook weer niet zo zwaar tellen? Nee, zeker gezien Noorwegen echt in precies dezelfde situatie zit. Ook aan het bouwen, ook grote namen niet aanwezig. Dijkstra moet in de achtervolging. Daar is Auk weer. Engen. Maar niet bij. En, als je nu ook kijkt, als je de sterkste opstelling van Oranje maakt. Van Domslaar, Wilms, Kasparij, Spitsen, Groene, Brugs, Roort, Van de Donk. Kan je er eigenlijk zomaar allemaal bijna wel inzetten. Het is niet alsof je de complete B-ploeg staat op dit moment. Nee, hè? Zeker Bro, niet. Uiteraard, je mist Miedema, je mist je centrumverdedigers. Maar het is niet Oranje C wat we vanavond in actie zien. Zeker niet. Dus mogen je ook wat meer verwachten? Ik vind dat we wel wat meer mogen verwachten. Nou, dan gaan we daar 25 minuten voor. Leuchter gaat komen. Kijken of we nu weer van systeem gaan wisselen. Dat zal wel niet. Je denkt gewoon, voor Kalma. Dat denk ik ook. Ja. Nee, Renate Jansen komt ook. Dus die zal dan, neem ik aan, voor Brugts komen aan de rechterkant. Kalma. Ja, heeft toch niet echt gebracht wat je van er kent in de Nederlandse competitie. Brugts. Van de Donk. Groene. Ja, vlak voor het doelpunt dacht ik ook even aan een verhaal toen gaan beginnen. Omdat er vast niks gevaarlijks zou gebeuren. Maar Barcelona dus in groep D in de Champions League. Met Bayern München, Benfica en Rosengaard. Rosengaard dat gecoacht wordt door René Slegers. En Bayern München, Barcelona wordt in de Allianz Arena gespeeld. Is deze week bekendgemaakt.
Roort, Kasparij. Groene. Kasparij. Van de Donk. De Noren verdedigen vrij massaal. Kalma. De bal over en dan komen daar de wissels. Schot van Groene. En Fena Kalma eruit. Voor haar komt dus Romee Leuchter in de ploeg. Ja, balcontacten in de 16. Dat is er dus één bal die ze zojuist klaarlegde voor Groene. Dat was haar tweede balcontact in de 16 van Noorwegen. Haar beste actie was eigenlijk die bal die ze liet gaan voor Perlove. Ja. Toen raakte ze de bal niet in de 16. Ja, dat klinkt een beetje gek, maar dat was, nee, creëerde toen de kans voor Perlove. Maar dat is voor spits ook wel heel vervelend natuurlijk. Ja. Als je zo weinig de bal krijgt. Wilms in de fout bij de tegentreffer. Wordt vervangen door Renate Jansen. En die gaat ook, ja, rechtsback staan. Ja, dit is niet voor het eerst dat er een bondcoach eens even gaat experimenteren met Renate Jansen op de backpositie. Ik kan me nog wel een wedstrijd op de Algarve Cup herinneren. Hier is Blakstad. Noren, die experimenteren trouwens voorlopig helemaal niet. Nee. Maar daar werd Renate Jans op de linksbackpositie geprobeerd door Sarina Wiegman. Was het succes? Toen was het een zeer grote mislukking. Okay. Maar ik neem aan dat ze vandaag vooral als eigenlijk een soort rechtsbuiten moet gaan opereren. Dat Brugs dan naar binnen trekt en zij zeker meekomt. Nu houdt Brugs de zijlijn en trekt Jansen wat meer naar binnen. Van de Donk. Brugs, goed. Leuchter. Echte paniek. Ik kan er zelf om lachen. Mooi, die reactie van Harvik, hè. Jonkie in de Noorse ploeg. Die moet lachen. Om mijn eigen, ja, paniek. Oh. Goeie blooper. Zo lijkt Noorwegen iets beter op orde te zijn dan in ieder geval tijdens het toernooi. Inmiddels met 1-0 gewonnen van België. Ook van Albanië gewonnen. En de laatste wedstrijd van Brazilië verloren met 4-1. De speelster die toen scoorde, Lizet Itsuhoi, zit nu nog op de bank. Maar daar zijn de Nooren alweer. Voorzet naar de tweede paal is wat te kort. Had ook terug kunnen worden gelegd. Dijkstra. Goeie bal dit van Jans. Leuchter. Rijdt Groene niet. Zo lijkt het in ieder geval op als ik zo kijk naar degene die warm lopen. Dat speelt ze met de beste actie deze week. De tweet als reactie op Casillas. Merel van Dongen. Vandaag op de bank blijft. Maar die had een zeer goede reactie op de totaal misplaatste grap van Iker Casillas. Een soort coming out date met de poging grappig te doen. Ja. Toen deed alsof hij gehackt was, ja. Maar toch niet. Maar ongelooflijk misplaatst. Daar reageerde Merel van Dongen op.
Eigenlijk met dezelfde soort tekst. Ik hoop dat jullie mij respecteren. Ik ben homofobie beu. Dat deed het zeer goed. Eikeland, die een aardige tweede helft aan het spelen is. En dat is een eigen doelpunt van Spitsen. 2-0 voor Noorwegen. Het is oefenen. Het is niet heel belangrijk. Maar dit is wel een, moet je het zeggen, gênant. Mag het intussen die kant een beetje opgaan? 2-0 thuis, de achter tegen Noorwegen. Dat bepaalde in de sterkste opstelling speelt. Ja. Het gaat in ieder geval die kant op. Het begint wel erg pijnlijk te worden op deze manier. En totaal onnodig. Weer die Eikeland die dat toch sterk doet. Ja, dit ziet er ook wel heel knullig uit. Doorn laat zich makkelijk omspelen. Ja, wat gaat hier allemaal mis? Ook bij Van Domselaar dus. Ja, die timed ook behoorlijk verkeerd. Je ziet Spits ook kijken, want Spits heeft zelf... Die raakte hem uiteraard verkeerd. Dus het is het eigen doelpunt van Spitsen. Maar Van Domselaar had dit toch vrij makkelijk moeten kunnen voorkomen. Nou, haar blik zegt genoeg. Gaat nu dan ook door de Nooren gewisseld worden. Daar komt Hurte van Rozenborg in de ploeg. En Manon, speelster van Arsenal. En Eikeland er dus uit. Die de lat nog raakte. Ja, het steek in de tweede helft van haar. Krijgt een grote knuffel van de bondscoach. Groene. Roort. Dat is goed. Groene. Jansen sluit bij. Voorzet voorbij aan Brugts. En daar is toch een behoorlijke kans voor Van der Donk. Maar zit haar de laatste paar interlands niet echt mee als het gaat om scoren van de Donk. Ook in die vorige twee. Kansen zijn er. Ja, die kansen krijgt ze de laatste tijd zeker. Maar het vizier moet nog ietsje scherper. En Van der Donk gaan we natuurlijk ook in de Champions League zien. Mag tegen Miedema gaan spelen. En ook tegen Linette Berenstein met Juventus. Maakte natuurlijk ook een transfer deze zomer. Nou, Berenstein er niet bij. Maakt onlangs bekend dat haar moeder is overleden. En ze uiteraard Linette en haar familie veel sterkte met dat verlies. Deugde. Is het te hard?
zeer te spreken over hoe er getraind werd. Over deze oefenweek. Zeggen coaches eigenlijk wel eens dat er heel slecht getraind is? Nou ja, dat zei hij toen in aanloop naar, wat was het, Schotland geloof ik. Dat hij toen ze binnenkwamen, die eerste training, dat hij niet wist wat hij zag. Dat is waar, ja. Dat voelde hij, was echt kapot geschrokken en zei dat het daarna wel wat beter ging. Maar dat het helemaal nergens op leek. Ja, waar dat denk ik ook lekker getraind is, is in Engeland. Dat inmiddels weer heeft gewonnen, dit keer van Amerika. De 23e wedstrijd dat Wiegman en de Engelse vrouwen ongeslagen zijn. Maar nog geen nieuw contract voor haar, tenminste. Dat heeft zij ontkend in ieder geval. Ja, de geruchten gingen inderdaad dat haar contract, of dat haar contract werd opengebroken tot 2027. Met verbeterde omstandigheden wat bijgetekend, maar dat ontkent ze inderdaad. Oranje in de jacht op de aanstellingstreffer. Een soort van herstel ook in deze wedstrijd. Nog geen kans uit deze corner. Roort. Jansen. Tussen staat natuurlijk ook een meer geroutineerd Nederlands elftal. Na de wissels. De groene Jansen en Van der Donk zijn gebracht. En Leugde, die is uiteraard minder ervaren. Maar veel meer routine, veel meer ervaring op het veld dan in de eerste helft. In de eerste helft werden de meeste kansen gecreëerd door Oranje. Leugde. Nou, laten we beginnen met het positieve. Dus langzamerhand met de eerste conclusies. Wat heb je gezien vandaag waarvan je denkt, nou, dat bevalt me? Roort en Brugts. Oké. Okay. Die zijn me goed bevallen. Maar ja, dat is geen grote verrassing dat die er bovenuit steken. Wat is me nog meer bevallen? Gooi. Van Domsla eigenlijk tot aan de ja. Twee ook. Ja, dat is waar. Ja, op zich vond ik Damaris in de eerste helft ook interessant om te zien. Ja, Van der Donk valt ook weer goed in. Voor een wedstrijd waarin het 0-2 staat tegen Noorwegen. Nog best wel positieve dingetjes eruit kunnen halen. Maar ik moet wel echt, ik moet mezelf wel uitknijpen hoor. Ik hoop niet dat de mensen visueel zijn ingesteld. Nee, het is Pover. Wat is jou opgevallen? Ja, nee. Brugts en Roort inderdaad. Dat was ook mijn, die waren ook mijn twee uitblinkers. Ja, en ja, Van Domselaar deed tot aan dat rare moment dat ze over die bal bleek te duiken. Toch niet zo heel veel verkeerd, moet ik zeggen. Maar het zag er nog weer erg ongelukkig uit. Dit is buitenspel. Nou, positief ook dat we niet al na 1 minuut met 10 man stonden. Hier komt Geel voor het weggooien van de bal. Oh. Manum, die voorkwam dat Nederland snel het spel kon hervatten met de vrije trap voor buitenspel. Daar nog meteen Geel voor. Ja, dat is dan wel weer heel streng opeens. Balverlies. Van heel ver geprobeerd. Roort leidde hier dus een mogelijke uitbraak in. Kasparij, die echt een van haar minste interlands aan het afwerken is. Ja. Enorm slordig. Kan Nederland het toch weer oppikken? Het antwoord is hier in ieder geval nee.
Ja, zo is die linkerkant met Doorn en Kasperij niet het meest zekere deel van het veld. Terwijl dat toch de posities waar ook de kansen voor het grijpen liggen. Want het was ook op het EK natuurlijk niet een en al betrouwbaarheid. Of Jans of Nauwe daar nou stond. Zo is het zeker, ja. En helemaal die linksbackpositie die al jaren eigenlijk een grote puzzel is. En voor Bert van Nauwen gaat wat korter zijn dan ze ongetwijfeld had gehoopt. Het spel ligt maar niet stil. Dit is handig gedaan door Kasperij. Dijkstra, Van de Donk. Groene, Dijkstra en door op Jansen. Ja, staat klaar. Met Chelsea dus geen minuten eigenlijk. Als je ook ziet wie de concurrenten zijn, concurrenten zijn voor het centrum. Aan de kant Millie Bright. Niet de minste centrale verdediger van Engeland, zou ik maar zeggen. Nee. Buitenspel dit voor Leugte. En ze hebben ook een nieuwe speelster gehaald. Hoeveel interlands heeft hij ook weer gespeeld voor Canada? Veel te veel. 123. Buchanan. Ja, die kwam van Lyon. Ook niet de minste. Ja. Nee. En dat maakt het voor Nauwe dus lastig om aan spelen toe te komen. Doorn eruit, Nauwe erbij. Gaat ze dan ook achterin staan of wordt ze meteen Stormram? Nee, ze gaat gewoon achterin staan. Verandert verder niet iets, geen alles of niets tactiek proberen. Nee. Nee, dan heeft ze ook nog Magdalena Eriksen. Die... vaak linksback staat, maar als ze met drie centralen staan, dan zijn het tussen die drie. En is er voor Nauwen echt geen plek meer. Buchanan lijkt echt te zijn gehaald ook in plaats van Nauwen. Dus ik hoop voor haar toch dat het misschien wel een verhuuroptie of iets dergelijks kan zijn in de winterstop. Brugts. Dat is een overtreding. Er komt nog tijd wel wat extra tijd bij, maar een minuutje of acht en dan zal de wedstrijd er echt wel op zitten. En dan dreigt toch een pijnlijke nederlaag voor Oranje. Het is prettig niet precies te weten wat er nou met deze bal moet. Dan maar lang. Met Van der Gracht erbij is het altijd wat makkelijker bij dat soort momenten. Ja, veel nieuwe spelers in het veld. Dus natuurlijk ook zoeken naar wie de leiding neemt. Zo ook in de laatste linie. Nou, wel effectief, de Nooren. Zo. Nou, dit is een goede bal. Nou, nu goed terugleggen. Dan is daar de kans wellicht voor Brugts. Ja, niet echt. Enorm effectief inderdaad van Noorwegen. Het had zelfs één schot kunnen hebben. Dat is natuurlijk een eigen doelpartij zelfs nog. Precies. Ik zit even te denken welke bal Stomstein nog heeft gepakt. Ja. Dat, dat was het schot. Dat was dus de tweede pas eigenlijk. Toen ze een beetje vanaf de middenlijn probeerden te scoren. Blakstad, aardige eerste helft wel gespeeld. Vervangen door Elisabeth Terland van Brighton. Noorden dit is ook minder wisselen. En ook veel later wisselen dan Oranje. Grotendeels toch ook de ploeg die speelde tegen Brazilië. Met een paar wijzigingen daar bij aan de aftrap. Ja, toch redelijk kansloos verloren.
Ja, zo lijkt het met de komst van bondscoach Hegerezen toch wel wat positieve vernieuwing te zijn gekomen. Bondscoach tijdens de EK, Martin Sjögren stopte ermee na het teleurstellende toernooi. Vrije trap. Oeh, vrije kans. Zo. Daar staat Nederland helemaal verkeerd. Vrugts wordt gepoord. En dat is uitzoeken en afmaken, zou je zeggen. Alleen het uitzoeken niet goed. Van Mjelde. Noorwegen dicht bij de derde treffen. En dwingt hier een corner af. En vooral die organisatie bij Oranje bij die vrije trap. Welke organisatie? Ja, precies. Het is echt ongelooflijk. Er staan er twee helemaal vrij. De kans is voor Frida Manu. Hier mag Brugts ietsjes feller verdedigen. Drie minuten erbij. De bal niet raken en hem toch aardig bijhouden. Lukte daar. Van Nouwen om in ieder geval dusdanig veel druk te zetten dat Nederland de bal snel weer heeft. Hier mag Nederland gooien. Ja, zo is het toch een behoorlijk teleurstellende avond. In de loop meegeven ligt er alle ruimte om ook nog een derde doelpunt te maken voor de Noren. We hebben er al een kans voor gehad. En die komt hier niet omdat Kasperij de bal in ieder geval bij Brugts krijgt. Nouwe. Dat is prima gedaan. Aanname in ieder geval de vrije trap verdient. Nou goed, ja, harde lessen. Zij zal blij zijn. Kan wel wat vertrouwen natuurlijk ook weer gebruiken. Dat geldt zeker voor de Noorse ploeg waar het vertrouwen niet altijd even hoog is geweest. Ondanks een vrij behoorlijke kwalificatiereeks. Het EK heeft in dat opzicht waardig wat schade aangericht. En dan telt er overwinning op Nederland. Kasperij, Brugts. De bal wordt verlengd. Ja, daar is weer zo'n voorzet van Brugts die dan al nog niet wordt aangeraakt. In dit geval wel. Maar nu heeft de keeper hem wel bij de tweede paal. Jonker een paar keer laat ontsnapt tot nu toe. Keertje Kalma, keertje Brugts. Maar dat zit er vandaag niet in. Nee, dat gevoel is wel een beetje weggeëpt dat er nog een kansje was. En dat lijkt er bij een aantal speelsters ook al een tijdje zo te zijn. Goeie bal van Spitsen, Brugts. Dan raakt Van der Donk hem ook nog volgens mij. Nou, mag Nederland wel gooien. Maar ja, het is gooien en afluiten waarschijnlijk.
Brugts. Nederland verliest. En de Nooren doen triomfantelijk de handen de lucht in. Want dit is een overwinning die telt. Ze missen de meest bepalende speelsters. En boeken een knappe 2-0 overwinning op Oranje. Oranje mist uiteraard ook bepalende speelsters. Maar een zeer teleurstellende wedstrijd is het ook met die afwezigen. Want van dit Oranje mag je toch echt meer verwachten. Ja, dit was zeker een zeer teleurstellende avond. We hebben iets kunnen zien van een nieuwe speelstijl. Maar die werd na 25 minuten alweer omgeswitcht naar het oude wat we kennen. Smee Brugts was een van de lichtpuntjes, zo ook het Eurohoort. Maar verder is vooral Noorwegen degene die hier een goed gevoel aan overhouden. Het is maar oefenen, maar je ziet dat de teleurstelling groot is. En ook dat de vreugde dus groot is bij de Nooren. Na een vrij desastreus EK kunnen zij dit wel gebruiken. Nou, uiteraard wat oude bekenden die elkaar tegenkomen. Nog even bijpraten, dat gaat nog wel eens gezellig. Maar vandaag misschien net iets minder gezellig. Groene, altijd eigenlijk wel vrolijk, maar misschien vandaag ook wel een beetje chagrijnig. Want Nederland verliest pijnlijk met 2-0 thuis van Noorwegen. En dat waren Mark van Rijswijk en Leon de Stender met het commentaar. Er zat niet veel in, hè, vandaag. Nee, ik vond het spelbeeld ook niet heel anders als de eerste helft. Nee. Nee. Als er een lichtpuntje uitgepikt moet worden, zijn die er überhaupt? Nou, zullen we dan bij Daphne van Domslaar halen? Nee. Ik vond Pelova in de eerste helft wel dreigend. Gewoon alert op die tweede ballen, waardoor ze echt twee goede schietkansen had. Maar ik vond er niet, een paar echt behoorlijk uitspringen, hoor. Nee. Nou hebben we in die belangrijke kwalificatiewedstrijden ook niet veel doelpunten gezien, maar wel een bevlogen Oranje gezien. Wat in ieder geval kansen creëerde. Daar kwamen ze vandaag überhaupt niet aan. Nee, nou ja, Mark en Leonne gaven aan dat een Roort en een Brugts het goed gedaan hebben. Mee eens aan de bal. Alleen ik zou die positie anders invullen. En dat wat ik ook in de eerste helft zei, die komen zo ver naar binnen. Waardoor een Kalma weinig ruimte heeft, waardoor de 10 weinig ruimte heeft. Waardoor het gewoon allemaal wat vol wordt. Ja, als wij de goal erbij pakken van Noorwegen, dan wordt ook wel pijnlijk duidelijk dat het ook qua organisatie te wensen overlaat. Maar bij een standaard situatie is toch bij uitstek een moment dat juist goed moet zijn. Nou ja, sowieso. Maar Wilms loopt dan met de rug naar de situatie, staat totaal niet op te letten. Ja, dit soort dingen is wel tekenend in deze wedstrijd, vind ik. Ja, want waar gaat dit allemaal mis? Ja, je ziet dat het... Ten eerste Wilms die gewoon totaal met de rug naar de situatie loopt en niet oplet en dan ook nog de handen in de lucht doet. Vervolgens gaat hij langs 4 speelsters. Ja, het staat niet gestaffeld. Ja, eigenlijk gaat alles fout. Ja. Wat vond je van Casper Rijen vandaag? Nou, normaal ben ik eigenlijk wel fan van haar. Ze deed het ook echt wel goed de laatste wedstrijd. Ik vond haar vandaag niet heel sterk. Ik denk ook wel dat zij heel veel meters heeft moeten maken aan die linkerkant. Yes. En natuurlijk die hele linkerflank moeten bestrijken. Ja, dat is wel pittig. Ja, inmiddels staat Sherida Spits bij ons. Het is maar een oefenwedstrijd. Maar zo voelt het qua teleurstelling denk ik niet, hè? Nee, dat klopt. Je wil winnen. We willen altijd winnen. Is niet wat we willen, natuurlijk. Maar goed, we hebben wel een goede week gehad met elkaar, denk ik. Gewerkt aan speelwijze. Speelminuten heeft iedereen bijna gehad. Maar uiteindelijk wil je het afsluiten met een overwinning. Ja, want hoeveel zegt dit jou? Want er zat echt weinig in vandaag. Nou ja, we beginnen natuurlijk wel heel slordig aan de wedstrijd. Waardoor je Noorwegen in hun kracht eigenlijk brengt. En ja, ze scoren een doelpunt. Daar kom je 1-0 achter, wat niet nodig is eigenlijk. Maar goed, het gebeurt wel. En daarna de 2-0, dat ik in mijn eigen doel schiet. Dus ja, wat gebeurde er precies? Want het was niet echt een schot natuurlijk. Die voorzet kwam. En hij kwam op mijn linkerbeen. En Daphne die kon er niet meer bij. Dus dat gebeurde er. Is zonde, maar hier kunnen we wel weer dingen uithalen. Ja, want je zag ook toen dat moment plaatsvond. Je had ook niet meteen door hoe dit nou gebeurde. Jawel, ik moest meelopen, want ik voelde tegenstander in mijn rug. Ja. Alleen, hij was niet heel hard in die zin. Dus ik denk, Daphne kan hem zo pakken. Maar goed, dat gebeurde niet. Die bal die moet gewoon weg en die moet niet richting het doel. Nee, nou hebben we iets meer dan 20 minuten hebben dat andere systeem gezien. Dat is toch veel te kort?
Nou, dat denk ik niet. Kijk, je probeert iets. Uiteindelijk wil je ook die wedstrijd winnen. Hebben het weer omgezet naar gewoon 4-3, wat we zijn gewend. Nou ja, dat ging uiteindelijk wel beter. Ja. In die zin, we waren iets rustiger aan de bal en iets minder slordig. Ja, nou hebben we in die wedstrijd tegen IJsland gezien dat er in ieder geval heel veel kansen werden gecreëerd. Jullie kwamen heel veel tot die laatste fase. Ja. Hoe komt het dat jullie daar vandaag niet kwamen? Nou ja, wat ik net al zei, ik denk dat we te slordig zijn aan de bal. Waardoor we continu in de omschakelmomenten zijn. Op een gegeven moment hadden we een hele lange fase dat we tussen de linie speelden, het uithalen aan de andere kant. Ja, en als we dat meer gaan doen, dan gaan we ook meer kansen creëren. Maar we hebben zeker wel kansen gehad om doelpunten te maken. Eentje op de lat, eentje van Jill die van de lijn wordt gehaald. Weet je, dan is het weer een hele andere wedstrijd. Tot slot, als je terugdenkt aan deze week, straks, over een paar weken, wat blijf je dan het meeste bij? Nou ja, vooral dat we heel goed met elkaar ook hebben getraind. We hebben meiden hebben speelminuten gekregen, bijna iedereen. We hebben gewerkt aan een speelwijze waar je tijd voor nodig bent. Nou, en uiteindelijk moet je dat brengen in de wedstrijden, zeg maar. En dat is iets wat we mee moeten nemen. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Alsjeblieft. Succes komende tijd. Ja, nou kost een speelwijze natuurlijk ook tijd. Heel veel andere namen. Maar je mag wel een bepaalde ondergrens verwachten, toch? Van speelsters die hierbij zijn. Los van hoe vaak je samenspeelt. Ja, ik mis ook wel een beetje die overtuiging, die flair die erin zat. Ja, als je dat al niet hebt, het zag er allemaal gewoon een beetje emotieloos uit. Emotieloos? Ja, er zat weinig, weet je, echt dat vuurtje, dat zag ik niet. Nee, een beetje onwennig zag het er ook uit. Ja, onwennig, maar dat is oké. Okay. Weet je, dat er af en toe pases verkeerd gaan, maar in ieder geval die echte wil om wat te bereiken, om wat te laten zien. Er zijn natuurlijk speelsters op het veld die zich moeten bewijzen. Ja, dat zag ik niet. Nee, zeker niet. Andries meldt zich hier. Andries, kom erbij. Hi. Ja, wat ben jij wijs geworden van deze wedstrijd? Ja, heel veel. Heel veel, want we hebben geprobeerd in 1-3-5-2 te starten. Alleen we bezwijken onder onze eigen zenuwen. Ja, en dan maakt het systeem niet uit, dan doet het er niet toe. En je hebt heel goed kunnen zien wie hoe ver is. Ja, dat maakt mij natuurlijk heel veel wijzer, want er is maar één manier om erachter te komen. En dat is laten spelen. En de jonge meiden die nu nog veel last hebben van de spanning, die gaan daar wel doorheen komen. Dan heb je dit soort wedstrijden voor nodig. Ja, want kan je dan, wij hadden het net over een bepaalde ondergrens, ben je dat ook aan het aftasten, wie er doorheen zakt? Ja, je bent natuurlijk aan het kijken in je achterhoofd. Wie moet straks die 23 gaan vormen die het WK mogen spelen? Dus dan kijk je ook naar de onderkant. Maar je kijkt ook naar die speelsters die het op de training voortreffelijk doen. En waarvan je eigenlijk denkt, ja, hoe ver ben je dan als je echt het oranje shirt aan gaat trekken? Als je in het stadion gaat spelen en een echte tegenstander hebt. Trainen in het beschutte bos in Zeist met je maatjes. Dat is nog wat anders dan hier tegen een heel fel Noorwegen spelen. Noorwegen mist ook een paar spelers. Jullie missen wat spelers. Er zat weinig in vandaag. In die zin, we hebben niet veel aanvallen gezien. Het was slordig. Welke conclusie verbind je aan deze hele week? Prima week. Want ondanks dat er een aantal dingen gebeuren die je niet wil, maar niet op zitten wachten. Heel hard gewerkt. Op de training een hoog niveau gehaald. Dat is hoopgevend. Maar daar win je geen wedstrijd mee met goed trainen. En dat is nog niet, de ploeg is nog niet in staat in deze samenstelling om dat in te zetten, om dat om te zetten in een goede wedstrijd. Nou ja, dan weet je precies waar je staat. Wat betreft het andere systeem, hebben we wel heel kort gezien. Het was echt heel kort. Ja, kwart wedstrijd. Maar als die meiden zoveel onrust in zich hebben, ja, dan maak ik het zo makkelijk. En de tweede helft denk ik dat we met name het eerste kwart best aardig gespeeld hebben. Want dan gaat hij er niet in. En dat overmaat van Ram gaat hij er wel bij jou in. Ja, dan wordt het alleen maar moeilijker. Dus op de training laten zien dat ze dat snel kunnen leren. Vandaag kan ik daar geen conclusies aan verbinden. Als je zo onrustig bent, dan houdt alles op. Tot slot, er is nu in november nog een interlandbreak. En dan daarna ook nog een paar. Wat is nou het punt dat je denkt, nu zijn we klaar met uitproberen en het schuiven. Vanaf welk punt ga je slijpen en echt bouwen aan een vaste elf? Ja, ik ben, wat dat betreft ben ik heel blij met onze kwalificatie. Dus ik heb nu tijd, twee windows, oktober en november. Dus in november gaat het precies hetzelfde gebeuren. Ik heb al met een aantal speelsters gesproken, die krijgen vrij. Betekent weer speeltijd voor anderen. Ja, dit zijn hun kansen. In het voorjaar kun je niet zeggen, ik heb geen kans gehad. Dit zijn je kansen. En het spijt me, maar hier word je op afgerekend. Ja, maar je ontwikkeling maar we winnen naar twee wedstrijden is toch eigenlijk veel te kort...
Ik bedoel, nou ja, voor dit soort speels op dit niveau acteren, dat kost tijd. Ja, maar dat is topniveau. Ja. Ik heb 4 wedstrijden waarin ik kan proberen. Nou, eentje is ons ontnomen. Heb ik er nog 2 over. Ik hoop dat die doorgaan. Ja. Maar ja, we moeten ons wel voorbereiden op een WK. En daar willen we presteren. En dan is er geen tijd meer in februari en april om dit soort kansen in deze getalen te geven. Dus zullen wel speelsters kansen krijgen. Maar dat zijn dan wel degenen die dat echt hebben laten zien in deze fase. Ja. Je zei hetzelfde gaat gebeuren in november. We willen dan wel een iets aantrekkelijke wedstrijd, beetje doelpunten en zo. Dat vinden wij wel leuk. Maar dat vind ik ook leuk, hoor. Gelukkig. Dankjewel. Succes komende tijd. Succes nog, hè. Ja goed, wij gaan nog een hoop andere speelsters spreken. We hebben in ieder geval duidelijke taal gehoord van de bondscoach. Die is aan het bouwen. We gaan heel eventjes naar de break. We zijn zometeen terug met de andere interviews hier vanuit Den Haag. Tot zo.